de nieuwe Audi A8. Straks op de markt, maar nu al in sneak preview op AutoTV. Het uit de kluiten gewassen vlaggenschip van Audi werd aan de pers voorgesteld in Malaga, in een typisch Zuid-Spaans decor, in het al even typische warme weertje. Design van de nieuwe A8 is dan weer typisch Audi. En of je daar nu warm van wordt of niet, présence heeft hij alleszins. De nieuwe A8 is breder en langer dan zijn concurrenten, zoals onder andere de Mercedes S en de BMW 7, maar ook lager, iets wat volgens Audi zijn sportieve ambities extra in de verf moet zetten. Al blijft dit natuurlijk een limousine en geen sportwagen. En deze zuinige LED-lichtjes zijn er niet alleen voor de looks, ze vervangen ook de traditionele gloeilampen. Binnenin niets dan luxe. De fijnste leer- en houtsoorten en een overvloed aan comfortsnufjes. Maar de echte troeven van de A8 zie je niet van buiten. Het zit hem in de technologie. Bij Audi zijn ze er alvast vol van. Meer dan 6000 ingenieurs hebben op dit juweel gewerkt. En ja, het is boomvol technologie. Wat nu verkrijgbaar is op de A8 op middelmatige termijn, gaan wij zien dat heel onze cliënteel van die technologie gaat kunnen profiteren. Van de A6, A5 tot de A1. Maar nu dus alle aandacht naar de Audi A8, want die barst inderdaad van de innovatieve snufjes. Radars waarmee de A8 zelf remt, stopt en terug vertrekt. Koplampen die hun lichtsterkte en het bereik van de lichtbundel automatisch aanpassen aan de omstandigheden. Sensoren die je op je rijvak houden en je waarschuwen als er een auto in je dode hoek zit. En het Presense veiligheidssysteem dat een oogje in het zeil houdt en desnoods zelf een noodstop uitvoert. Het zijn allemaal systemen die ook bij andere merken verkrijgbaar zijn, maar die in de A8 verder geperfectioneerd werden. De Audi A8 zet je bovendien volledig naar je hand. Zo bepaal je met de Audi Drive Selector zelf het comfortniveau door de afstelling van de luchtvering, de versnellingsbaksturing en de stuurbekrachtiging te regelen. Het GPS-systeem levert dan weer input over bochten en relief op het parcours, zodat de A8 altijd in de juiste versnelling zit. En ook de bediening van het infotainment-systeem wordt gebruiksvriendelijker. Geen draaiknoppen en toetsen meer, maar net zoals bij een laptop, deze touchpad die zelfs letters herkent. De A8 staat op Audi's aluminium spaceframe chassis dat tegelijkertijd stijf en licht is. Daardoor is de A8 met zijn vierwielaandrijving lichter dan concurrenten met enkel achterwielaandrijving. In combinatie met zijn standaard automatische 8-versnellingsbak en een uitzonderlijke stroomlijn maakt dat de A8 bijzonder zuinig. Vooral de 3-liter TDI die ook met voorwielaandrijving verkrijgbaar is. In die configuratie komt hij toe met amper 6 liter per 100 kilometer. Voor een auto als deze kan je er maar beter warmpjes in zitten, want al die technologie en comfort heeft zo zijn prijs. De goedkoopste A8 bij de lancering is de 4.2 V8 benzine. Die kost €86.500. Niet niks, maar ook niet buitensporig duur als je binnen het segment gaat kijken. Later volgt trouwens de goedkopere 3-liter TDI. Binnenkort krijgt de A8 extra concurrentie van de nieuwe en volledig in aluminium gebouwde Jaguar XJ. Het wordt moeilijk kiezen in dit segment.